a force field. I wear my heart up on my sleeve like a big deal. En we zijn hier dus voor de eerste rondes van het FIA Benelux Clio Cup kampioenschap. En dat gaan we doen op dit beroemde circuit, namelijk circuitpark Zandvoort. I feel so close to you right now. Bij de Tarzanbocht komen we dus altijd aan met ongeveer de snelheid van ongeveer 205 km per uur. Er komt dus nogal wat bij kijken om deze auto af te remmen. Met een gewicht van 1150 kilo gaat dat natuurlijk niet lukken met standaard remmen. Om dus de auto maximaal te kunnen afremmen en het maximaal uit de remmen te kunnen halen, hebben we een andere remklauw als bij een normale auto en een andere remschijf. De remklauw is 4 pots. Dat wil zeggen dat er vanuit 4 punten druk uitgeoefend wordt op de remblok die tegen de schijf geduwd wordt. Ja, hierbij komen er maar liefst temperaturen van 600 graden vrij op de remschijf, waardoor deze helemaal roodgloeiend begint te worden. Ja, wat ook anders is, is dat je sleufjes ziet in deze remschijf. Die sleufjes zijn onder andere bedoeld om gassen van de remvoering en de remstof zelf vrij te laten. Dat kan op die manier ontsnappen. Vandaag quali gehad, zojuist. Behoorlijk tevreden. Tweede plek en pole position. Eerste punt is in de pocket. Dus dat is altijd goed. Jaar niet gereden natuurlijk, dus mag helemaal niet ontevreden zijn. Auto is goed. Deed niet zo slim in de off-warm rondes. Waardoor ik in mijn flying lap verkeer tegenkwam. En dat is balen. Maar uiteindelijk met hangen en wurgen door het gras mensen voorbij gegaan heb ik... toch nog een eerste en een tweede tijd eruit weten te persen. Straks race, we gaan het zien. Ik ben er blij mee en maximale punten straks. Ja, ik hoor je, Niels. Ik hoor je. Man, ik heb alles aan gedaan, alles geprobeerd. Ging voor geen meter, dat mogen duidelijk zijn. Ik was gewoon niet snel genoeg. Het zou even goed geanalyseerd moeten worden. Maar al met al hebben we natuurlijk wel weer iedereen vermaakt, denk ik. En heb ik wel een bekertje, dus een jaartje weg geweest. Eerste bekertje. Ik ben happy. En het spul is weg. Uitstekend. Oh, een slechte start voor Niels Langeveld. Niels Langeveld valt stil bij start-finish. Niels Langeveld daar. Als laatste is hij weg. Hij had waarschijnlijk de koppeling liep niet goed. Het zijn turbomotoren. Het is iets anders dan voorheen. En Niels Langeveld in de normale kampioen in deze klasse liet hem dus even helemaal stilvallen.
Ik heb leuk nieuws, want 6 en 7, de Max Braams en Niels Langeveld komen dichter en dichter bij de kopgroep. Het is toch wel een close finish hoor. Wij krijgen een zeer close finish van deze wedstrijd. Ja meneer Niels, super goed gereden jongen, super goed gereden. Ja, dit was hem dus duidelijk niet. Nou weet je, het is zo'n agressief racekoppelingetje. Dat even weten. Dus, dat je dat dan uitgerekend hebt, als je op pole position staat, race 2 te fase, dan is dat super. Al met al ben ik wel heel blij met hoe de auto was, want het was gewoon helemaal top. Het team heeft hard gewerkt en hebben er een topauto neergezet. Ik kwam nog dichtbij, een beetje te spetteren, helemaal mijn omstandigheden. For sure dat ik hem gewonnen had. Maar mocht niet baten, maar over 6 weken mogen we. Dus laat zien. Dag.